We zijn er heel dicht bij de verkiezingen van 25 mei 2020. Dat merkt u al aan de vele vergaderingen die worden gehouden in woonwijken. Maar ook de social media, dat wordt nu heel veel gebruikt door politieke partijen om campagne te voeren. Maar wat niet een ieder op prijs stelt, is dat men nu zelf de doden wakker maakt om campagne te voeren. Zo worden er thans beelden gebruikt van personen die niet langer in ons midden is. En die personen die hadden misschien ooit eens wat uitspraken gedaan richting een bepaalde politieke partij en of bepaalde personen. En die worden wederom allemaal naar boven gehaald. Daarmee spraken wij over NPS-parlementariër Patricia Etnel, die er als volgt reageert hierover. U hoort Etnel. Eén ding dat wij onze Surinamers moeten meegeven, is dat stukje creativiteit dat ze aan de dag leggen, ondanks alle problemen in het land, mevrouw Etnel. Maar wat men nu ook ziet, en niet iedereen waardeert dat, is ook dat men nu de doden wakker maakt bij de campagnevoering. Zo kan ik een voorbeeld aangeven dat men nu beelden wijst van wijlen Girja Singh, die toen binnen een andere politieke partij was dan de VHP en daar uitlatingen zou hebben gedaan richting toen de VHP, dat nu ook bij campagne wordt gebruikt. We zien beelden voor de onafhankelijkheid waar Hindustanen zich toen, het was een woelige periode in Suriname, het ging niet zo goed tussen de Hindustanen en de Kriolen, er zouden uitspraken daar zijn gedaan, ook die worden nu in de campagne gegooid en zo. Wat vindt u zelf hiervan? Weet je, ik vind het zo vreemd dat ze wel die beelden niet wijzen van 80, 87. Dat ze die beelden niet wijzen hoe ze al die mensen hebben doodgeschoten. Dat soort beelden wijzen ze niet. Ze wijzen die beelden niet van de jaren 90, 96, 2000. Die beelden wijzen ze niet. Waarom gaan ze die beelden niet opzoeken? Waarom zoeken ze die beelden niet op van 8 december 1982? Waarom zoeken ze het niet op? Waarom laten ze het volk niet zien wat er op die dag is gebeurd? Want het is toch een hele belangrijke dag. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname. Waarom nemen ze die dag niet? Dan laten ze zien wat er gebeurt. Die dag maakt ons nog steeds heel erg verdrietig. Elk jaar op 8 december is het een moeilijke dag voor Suriname. En voor vele Surinamers. Waarom wijzen ze niet iets daar? Toch? Dus ik vind het verschrikkelijk dat ze dit soort dingen doen en dat ze eigenlijk, net als wat je zegt, de doden weer leven brengen en zaken willen aandoen. En daarom zeg ik toch, weet je, men had in de jaren 80 gezegd dat meneer Bouterse het brein is achter de polarisatie van de samenleving. En wanneer ik kijk naar wat er nu wordt gedaan door hun mensen, dan creëren ze weer die polarisatie in die samenleving. Dan is het die eenheidsgedachte die deze man zo met zijn mond probeert te beleiden, maar met zijn daden helemaal niet laat zien. Dat is een hele kwalijke zaak. En ik hoop dat die Surinamer bewust is van dit hebben we niet nodig. Want lek van jou abistof, wie allemaal abistof, de geschiedenis is voor niemand een van mij kan krimifissie. Terzij you no furu, you no chiri en you no lichto. Maar if alle de drie zijn dat you do, dat is door de dokter. Ik zeg, kijk, net als wanneer je kan praten over X, kan ik ook praten over Y. Toch? Meneer Bouterse heeft ook een waslijst aan zaken die helemaal niet positief zijn. Eén van hen is, we weten toch, dat hij gezocht wordt internationaal. Weet je, we hoeven niet ver te gaan in de geschiedenis. In 2012 werden we toch ook opgeschrikt in augustus met de arrestatie van zijn zoon. Met feiten waarbij je denkt, wat? Terrorisme. En nu een boezani. Drugs is geen goed ding, is geen voorbeeld. Maar ik bedoel, ik ga jou daarop niet gaan pinpointen. Als je denkt dat ik daarop ga, nou, mij voor je tappen beleid.
En mijn vrienden, we hebben genoeg stof voor de volgende man die stap aan ballet. We vonden naar de prasara Sibi, Tede Wichi, maar ze doen niets. Ze hebben niks gedaan. 9 jaar hebben ze niks gedaan. Daarom ik zeg dat ook mensen komen en zeggen, ja, ze hebben wiegen gebouwd. Wel, laat me vandaag zeggen. Noas mane rei gratis ta papa si mino go na te pom tachon ta me pom ma me pot oli gratis. Gi enkele Surinamer do dat te doro a pom station. Evi na basi fo so fe per liter a oli ne go nyu wagi. En wani ton de sa man begon betaalde u gi sefo so fe fo oli. Ja, de government take is omhoog gegaan en if dat no sarete moest u dit jaar wege belasting betalen. Toch? Dus ze hebben genoeg geld aan u verdiend. Voor zorgen dat de passie meki. Voor zorgen dat je kan rijden veilig. Dus stel je ook tegen dat je met passie. Mie pay you, like burger. Want mie pay belasting. Direct en indirect. Stel je tegen me, ja, ik heb een waterbuis aangelegd. Hallo? In 2016 is licht en water verhoogd. We hebben hier hebben we een vergadering gehouden. De mannen waren hier next day. One big meeting hoor je zo protesten. Heel groot. Heeft het geholpen? Nee. Die verhoging is gewoon doorgegaan. Huh? Het volk heeft meer moeten betalen voor water en licht. En je gaat nergens niet naar SWM. Dan zeg je SWM, luister nou. Jim de kubieke water die Jim gratis. Jim de waarheerjari gratis. SWM actie even erbij. Ze gaan PCS voor je bellen, want de prasser, deze is gek. Ja toch? In paai en even op paai, de tapje water en de tapje water, de paai boete ook toe. Zelfde geld voor stroom. Dus wanneer je maar zegt dat je EBS-palen hebt gelegd. Ik krijg niet gratis stroom. Niemand krijgt gratis stroom. Het volk moet keihard betalen. Sorry. Dus... Wanneer je me zegt, je hebt wiegen gemaakt en je hebt waterleidingbuizen aangelegd. En je hebt stroompalen gezet. Het volk heeft 9 jaren hard betaald bij de kassa voor hun rekening. En wanneer je me zegt, je hebt huis gebouwd. Vanaf 2015, nog gratis ozonode. Nog, wanneer ik in aanmerking kom, ga ik naar de bank en ik moet een lening aflossen voor 20 jaar. Dus ik betaal niet gratis, u verdient geld op mij. Ja? Dus u kunt huizen bouwen, want je kiest money. Dus je moet mij niet komen vertellen dat je me een gunst doet. Je doet mij geen gunst als regering, want ik betaal mijn belasting. Ik betaal het. Als het nou direct is of indirect, ik betaal. En ik betaal het dubbel en dwars, haal je het uit mijn zak. Als het niet is... bij de bus, als het niet is bij de pomp, als het niet is bij SWM of bij EBS, dan haal je het uit die winkel. Maar dan moet je bij de product, mijn bijbelasting tap ding. Dus laat deze regering en elke regering die ook komt, je doet mij geen gunst wanneer je een weg maakt. Je doet me ook geen gunst wanneer je waterleidingbuizen aanlegt. En ook geen gunst wanneer je stroompalen zet, want ik betaal. En tem no pai, je kotak mi faya, plus je kotak mi watra en tem no pai oli mi no maria en atrus mo trusa wadigaroko. Dus laat deze regering ophouden met die showdingen die ze wezens hebben dit gedaan. Wanneer je wat doet als regering, is wanneer je laat zien dat je productie creëert, werkgelegenheid creëert. Dat is wanneer je iets hebt gedaan. Niet wanneer die mensen vol pompt bij de overheid, span alle die ministeries met duizenden mensen. Dat is geen werkgelegenheid creëren. Dat is die mensen zetten en dat straks gaan ze horen dat ze die verder kunnen. En dat is een hele kwalijke zaak. Elk jaar na de verkiezingen is het een probleem. Zoveel mensen komen weer te zitten zonder werk. Omdat ze niet verder kunnen. Terwijl je creëert een productie op de bedrijven. Je zorgt dat bedrijven er zijn. Zodat mensen werken. En ik zeg luister. Weet je wat mensen komen? Ja, een Bouten ze stimuleert X of Y met een klein bedrijf. Luister, die man gaat misschien maar 3 mensen in dienst kunnen nemen. Ik vind het perfect. Maar die persoon heeft toch niet die potentie om af te zetten, laten we zeggen in Guyana of in Frans-Guyana of in Zuid-Amerika. Dat is nog een Europese markt. Kijk binnen Zuid-Amerika.
asmano abapotesi ete fuseta. Dus de persoon gaat het van die lokale een productie moeten hebben. Maar if mino abamoni, le consument, mino man buy your product, dus jouw bestaansrecht als bedrijf is soms een probleem. We zien wat er is gebeurd met die sukadefabriek toch. Het is een simpel voorbeeld. Het is een prachtig idee. Maar je moet als leider moet je perspectieven creëren voor die man. Toch dat die man, want sukade is niet iets wat alleen die man produceert. Zoveel andere bedrijven in de wereld produceren. Maar wat ga je doen dat die meer incentives van Suriname naar buiten komen? Heel simpel, ons water. Ons water is een bron om te kunnen shoppen. Wanneer je een product met ons water wordt gemaakt, heeft het een andere smaak. Het proeft lekkerder. Is het net als onze bier. Toch? Maar dan moet je toch doordenken als leider. En daarom zeg ik, wanneer je productie creëert, dan moet het zo zijn dat jij een bedrijf of bedrijven hebt die je stimuleert om te investeren in Suriname. Dan hebben ze 300 mensen die ze in dienst kunnen nemen. Of 100 mensen. Maar dat er meer dan 50 mensen in dienst worden genomen. Zodat je die gap qua werkloosheid gaat opvangen. Want dat is wat je moet doen. Die gap is veel te groot. Te veel jonge mensen zitten zonder een baan. En dat is een gevaar. Een heel groot gevaar. Tot slot, wat u net zei, mevrouw Etnel. Dat van wat ik aangaf over dat stukje creativiteit. En u had het over infrastructuur en de ontwikkeling. Ook wat nu heel populair is de afgelopen dagen op social media, is dat er steeds vergelijkingen wordt gemaakt tussen de Weidenbosbrug, waar men aangeeft, daadkracht van de NDP. Daar is er een oude archieffoto van een veerboot met auto's. En dat geven ze aan 20 jaren van de regering die niet eens een brug kon bouwen. Weet u, kijk, de mensen die dat soort dingen schrijven zijn bewust bezig het volk te manipuleren. Kijk, wanneer je 80, 87 hebt gehad. En laat me zeggen 80, 87, waren geen makkelijke tijden. Ik was misschien nog in mijn luiers, maar ik heb één geluk gehad. En daardoor denk ik ook vele Surinamers. En iedere Surinamer kan het geluk hebben om te lezen. Om te gaan onderzoeken. Want dat is wat wij als Surinamers moeten doen. We moeten gaan onderzoeken. Wat is er gebeurd? Toen het land in 87 werd overgenomen, we kregen weer de democratie. Was het dan nog een turbulente tijd. We moesten dealen met de binnenlandse oorlog. We hebben heel lang moeten dealen. Met de Tucayanas en met de Jungle Commando. Het was niet makkelijk voor Suriname. Ja? Dat die Weidenbosbrug is gekomen. Is gekomen omdat meneer Weidenbos dacht toen. Dat if a chat to Barochi kon. Dat alles aan los op. En laat ons zeggen, we zijn niet tegen bruggen. Absoluut niet. Want wat de frontregering heeft gebracht. De frontregering heeft gebracht het feit dat jij als Surinamer vandaag jouw recht van meningsuiting ten volle mag hebben. Je maakt er gebruik en misbruik van. Dat jij als volk je niet meer bang hoeft te voelen in jouw huis. Toch? Dat jij niet om 7 uur in je huis moet zijn, want het is avondklok. Het hoefde niet. Dat die front voor jou gebracht, die bevrijding van jouw geestelijke kracht. Dat hebben ze voor jou gebracht in 1987. Het feit dat jij niet meer bang hoefde te zijn. Dat hij heeft me takwansani wa mousrotomi. Weet je wat voor bevrijding dat is? Weet je wat voor brug dat is? Een brug van geestelijke kracht. Geestelijke ontwikkeling en rust. Dat heeft front voor je gebracht. En dan was het nog niet voldoende. Want dan moesten wij ook nog die rust brengen in het binnenland. Want velen van ons zijn vergeten wat er daar gebeurde. Alles werd platgeschoten. Alles. En dan hebben we nog rust moeten brengen. Op het veld van de Tucayanas. En met betrekking tot dat van de Jungle Commando. Pas in 2000 werd het rustig. Ja? Daarnaast hebben we nog een telefooncoup gehad
in de jaren 90. En nog de kapitaalkoep in 96. Het was geen makkelijke tijd. Dus toen wij Den Bosch die brug heeft gemaakt, heeft hij alle ellende met die brug aangegeven aan Front in 2000. En met ellende bedoel ik waar een koers. Waarbij je dacht van migado. Otemo shalimit van koers. En waar mis migado toe. Mine sheng, hemel door hem neer. Met sa universum. Mine shalimit van koers. Zo hee abede. We hadden geld. Je wakken naar koffers naar money. En toen was ik niet meer jong. Ik zat al op de universiteit. Je wakken naar koffers naar money. Je maar doe niks naar money. Ik zat op de universiteit in de jaren 90. Ik kwam in 99 op de universiteit. Koeien. En ik kou op een volgles. Kou. Zo erg was de universiteit. Zo erg. En het is dankzij Front dat de universiteit er weer ogelijk uitzag. We moeten de dingen zeggen. Me, make attend dat me, me zie a heer transformatie dat die. Want zoals die bij Gascoro, tap aan ons koro, want ADEC is geen school, is een wetenschappelijk instituut. Wanneer je op ADEC kwam, dan ben je luken, hé. Is er niet iets daar van een koe? Ah, plus je ziet kouwe wakka en barma. Volgen mee met jou. Ja? Weet je hoeveel frontregering in 2000 heeft moeten corrigeren op de universiteit? En toen was de universiteit 32 SRD en 50 cent. Dat heb ik gekend, dat is mijn tijd dat ik heb gekend. Ondanks alle problemen, ondanks alle jugu-jugu's. Een paaija brug, want if uno be paaija broodje. Uno moest front, no moest be paaija de broodje. Dat balas niet, dan be tek alle de toe broodje in besla. Dan be sa gotap, dan sa peuborei. Wij hebben ervoor betaald. Wij hebben ervoor betaald. Bosje heeft ze gemaakt en DP heeft ze gemaakt. Maar wij hebben ervoor betaald. Dus wij hebben meer recht om te zeggen, na uno aba broodje. Die brug moet eigenlijk heten regering Finitian Saju brug. Mtjentjaning. Want na dempaying. We moeten stoppen om die vervalsing van de geschiedenis zo te brengen. Toch? En als je terug wil gaan, waarom ga je niet terug vlak in de tijd tussen 2015 en 2020? Wat heeft Bouterse gedaan? Zeg me wat hij heeft gedaan. Wat heeft hij in 2010, 2015 gedaan? Laten we praten daarover. We hoeven niet ver te gaan in die geschiedenis. Ik weet wel wat hij in 2010, 2015... Gratis. Sinterklaas. Toch? Dat waren zijn twee dingen. Weet je toch? Pleiwalobi Aya. Aya Tola Khomeini. Toch? En reizen. Tik SLM voornoelijk Air Force One. Constant is die man aan het reizen. Ja? Laat hij, waarom neemt hij het nu niet als Air Force One? Waarom? Waarom gaat hij niet constant reizen? Waarom zegt hij niet dat hij gaat rechtstreeks vliegen? Weet je, ik kan heel veel dingen hier zeggen. Omdat, weet je, het volk wakker moet worden. Maar laat me het volk één ding zeggen. Alles wat aan ontwikkeling is gekomen. Als regering Front er niet was. Was Suriname een brokoparnassie. Suriname zou erger zijn dan Haiti. Zou erger zijn dan Jamaica. Laten wij de frontregeringen tussen 1975 en 2019. Laten we ze bedanken dat ze er waren. Dat ze een stukje waarde en normen hebben gebracht in die samenleving. Respect, want toen was het er. Laten we ze bedanken dat ze er waren. Want wie is va? De hoor afhandel voor respect naar waarde en normen in stand. Niet iedereen is perfect, maar het is dat die ze doen. Erg. Erg wat ze doen. Erg. Dus hier zijn niet voor vergelijking naar een brug, naar een botto. Wel, de brug is een wipa heeft ding. En zo meteen gaan we weer komen om die problemen, die troep van ze op te ruimen. Want daar zijn we sterk voor. Maar dit keer gaat het anders gaan. Want dit keer gaan we het niet zo laten. Baas, if you voer, dan we kleden je uit. Laat het duidelijk zijn. Anders, à la jure, noem me, af we korrum troep op. Het moet stoppen een keer.